Nata, ik heb een gorilla pot gekocht en nu kan ik filmen vanuit hele coole posities. Op de vorige deep web video hadden wij 5000 likes. Dus nu gaan wij een nieuwe video maken en let's Fucking go. Vooral we eerder beginnen aan deze video's zou ik even willen zeggen dat deze video schokkende beelden kan bevatten. En dat ik erop sta dat jullie mij niet nadoen in deze video. Dat ik ook niet de bedoeling heb dat jullie mij gaan nadoen. En als je een zwakke maag hebt, raad ik je ook niet aan om naar deze video te kijken. Wat is een beetje erg duidgedrag en ik dacht. Probeer zelf niet op de shadow app te komen. Ik ben EXIT en ik zou zeggen: let's go. Yo, YouTube, wees hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag. Ja, we hebben 5500 likes gehaald op een video van de Deep Web. Bij 4000 likes ging ik naar de Shadow Web proberen te gaan. Dames en heren, mag ik jullie vriendelijk vragen om weer een duimpje omhoog achter te laten op deze video? Ik zou het super awesome vinden als we weer gewoon fucking veel likes kunnen halen. Dat motiveert mij enorm. Echt gewoon enorm om heel inspiratievol te zijn en nieuwe dingen te proberen op mijn channel. Ik ben ACIT. Dit is Jean-Luc de Dinosaurier. En samen heten wij jullie. Van harte welkom bij de nieuwe video, en ik ben EXIT. Let's go door browser Lego. Vandaag beginnen we ons avontuur op de Deep Web. Vandaag beginnen we ons avontuur op Evil. Evil is de Google van de Deep Web. Dus wij beginnen ons verhaal op Evil. En dames en heren, ik heb een beetje research gedaan. Kijk maar mee. Als ik intik: Shadow Web. En ik druk op enter. Kom ik op alle dingen. Die het deep web vindt. Over de shadow web. Maar er staat hier ook. Chat to others. Die gezocht hebben op de shadow web. Let's go. Hier zie jullie. Een motherfucking chatroom Van mensen die ook shadow web hebben opgezocht. En in zo'n chatroom Ben ik gisteren gekomen. En ben ik beginnen praten. Met een anoniempje. Ik ga even kijken of er links staan. In deze. Be quiet. Red room link, please. Voor de mensen die het niet weten. Een red room is een livestream. Op de shadow. Web, waar er mensen verkracht en gemarteld worden voor donaties. Dus, holy shit, let's go. Hallo, hallo, Hey. Uh, uh, uh. Does human experimenting exist? Sure, I experiment on psychiatrists like yourself. Er is gewoon allemaal random shit. Veel mensen denken dat red rooms hoaxen zijn. Dat er eigenlijk niet bestaat en dat dat gewoon dingen zijn die mensen hebben verzonnen om een beetje. Ja, ja, nah, bla. Ze zijn wel degelijk echt. En kijk, dat is toch mijn idee. Ik zie dat er hier een linkje staat. Dus ik ga even kijken of dit echt. Een snuf S. Dames en heren, vanaf hier gaat het eigenlijk volledig fout. Dus als je niks echt fucked up wil zien. Klik dan gewoon door. Zet de video op pauze. En um, klik maar gewoon. Zeker twee minuutjes door. Of je kijkt wel. Zeg dan niet dat mij schuld is. Dit was niet mijn bedoeling. Ga niet op de shadow app. Dit is het laatste wat je wil zien. Um, ja, oké. Okay. Let's go Zo ben ik dus Oh my god Oh my god Op deze site waren er foto's en video's te zien Van mensen die volledig open gesneden werden op straat Wow, dat, dat heb ik niet verwacht Ik heb een paar dingen voorbereid voor vandaag Maar dat Wow Dames en heren, ik ben net gewoon op Red Room site gekomen Holy shit dat was de site waar je kon betalen om video's te krijgen van mensen die in het openbaar werden vermoord. Ja, Oké, okay. de shadow app is harde shit. Ik doe mijn brouw weer aan. We gaan verder. Dit is een site die ik heb gevonden. En deze noemt random.onion. Er is een site die online staat. En op deze site zelf is er geen fuck te zien. Maar in deze site zitten er 4,500 random onion links. En overal zitten er links. Bijvoorbeeld, uh, hier zitten er allemaal linkjes in van speciale dingen. Er zitten dan natuurlijk ook links hier aan. Ja, overal zijn er bijna linkjes waar je op kan klikken. Na even zoeken, heb ik dit gevonden. Dit is de hoofdsite van deze site. Hier staat er iets heel raar over data. En hier staan er dus dan ook weer allemaal gewoon links om naar random sites te gaan. Als we op files klikken, dan komen wij op sites waar er alweer fucking veel secret links en afbeeldingen staan. En allemaal shit in een hele rare taal. Shit in het Duits over dingen die Hitler zou gedaan hebben, waardoor hij Zombies heeft gemaakt, allemaal zo dingen. Op deze site staan er dan ook illegale oorlogsdocumenten. Dingen over Pearl Harbor, dingen over pedofilie, over van alles. Maar toen ik lang genoeg door deze site ben blijven scrollen gisteravond, ben ik op dingen gekomen. En dat was een video die ik heb kunnen downloaden. En die video heb ik nog niet bekeken. Dus ik kan hem alleen maar openen met die kegel. Ik weet niet of jullie weten wat die kegel is, VLC of zo. Dus die gaan we nu even samen bekijken.

What's the matter? Do you want mama to come in? Nothing is happen to me. Just calm down. Just try to relax. Try to keep calm. Don't get tense. Up, like Would you mind if I gave you an What injection? Would you mind if I gave you calm? injection? Would you mind if I Oké. Dat was that. Hier staan er allemaal dingen van Dr. Evil. En uit research blijkt dat Dr. Evil iemand was die mensen hun organen ja, verkocht en zo en... Ja, zo dingen. Er is een uh, jihad special. Ik zie Osama Bin Laden hier staan. En waarschijnlijk nog allemaal andere terroristen. Dit is gewoon een fucking fucked up site. Hier zie je dan ook er allemaal scènes van video's die je kan downloaden. En blijkbaar zijn dit ja, gewoon video's van menselijke experimenten en zo. En na verzoeken heb ik gevonden dat dit psychologische video's zijn. Video's die niet echt verkeerd zijn op het eerste gezicht. Maar die een hele rare invloed psychologisch achterlaten. En een van die video's is Blank Room Dinner. En dat is dit. Je hoort die man wenen. Dit is zo fucked up. Nou, dat is weer zo random shit. Ook ben ik erachter gekomen dat into, into the fucking deep, deep web raken erg moeilijk is. Want op de een of andere manier kan je op sommige sites niet komen met de URL, maar je moet een invite krijgen. En een invite, ik weet niet hoe dat dat werkt, maar je wordt dus eigenlijk gewoon geïnviteerd om op een pagina te komen. Heel random ben ik net gewoon daar net met jullie op een fucking snuf Red Room video gekomen. Ik, ik wil er niet naar kijken, ik, ik. Kan het eigenlijk niet. Er is dan weer een meer normale site op de Deep Web. van gewoon Julian was. Niks speciaal, denk ik. Maar dus ik zit nu te denken, als we op Evil kunnen chatten. Met andere mensen die de Deep Web aan het gebruiken zijn. Dan zou ik wel eens willen proberen om nu gewoon in een chatgesprek te geraken met iemand. En hoe leuk zou het zijn als we gewoon iets intekken dat ons kan helpen. Zoals chat. Chat to others. Je ziet hier, zij is over 9-11 aan het praten. Het is, is een ja uh, yeah, chat. Let's go. Hallo? Oké, het laatste. De Brecht is wel al fucking lang geleden gezet. Maar misschien krijgen we antwoord van iemand. We kunnen maar wachten. Er zij is gewoon op niemand praten over redrooms enzo. Zo so fucked up. Kijk, okay, ik zit nu op een forum of zo. Ik weet niet over wat het forum gaat, maar ik weet ook niet wat Daisy's Destruction is. Ik, ik wil het eigenlijk echt niet weten. Oké, okay, maar misschien kan ik op het gewone internet wel vinden wat Daisy's Destruction is. Ja, Het komt er al direct op, dat is geen goed teken. For the faintheart, I would advise not to go search for it. Nee, oké, okay, het, is, het, is, het is sowieso niks. Goed. Oké, okay, Daisy's Destruction is dus gewoon de meest gruwelijke vorm van kinderporno die er bestaat. Ik denk dat Slim is dat ik nooit meer. Ga zoeken op de Deep Web. Ik denk dat het beter is als ik Tor ook gewoon meteen verwijder of zo. Holy shit. Dames en heren, deze video is een beetje anders uitgedraaid dan dat ik wou dat ging zijn, maar oké. Okay. Ik hoop dat jullie naast de rare shit toch nog een beetje een leuke video vonden. Ik ben Aceit en ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Adios. Bitch. Hello. Hello.